Welkom. 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 Press once for English. Drukken Sie zweimal voor Deutsch. En voor Nederlands blijft u gewoon luisteren. Langs het kanaal waar je nu over uitkijkt, liggen in november 1944 de Duitsers te wachten op de geallieerde troepen die vanuit Breda naar Moerdijk trekken. Deze troepen zijn geen Tommies, oftewel Engelsen, maar Polen. Tot grote verrassing van de bewoners. Bij dit kanaal treffen deze militairen van de 1e Poolse Panzerdivisie een ware vesting aan. De bedoeling is om aan de overkant te komen. Een Poolse soldaat, Stanislav Bartsch, herinnert het zich. We waren 's nachts met troepcarriers tot aan de bosrand weggebracht. En we scholden op de chauffeurs, want ja, die weigerden om verder te rijden. En ze waren bang voor het Duitse artillerievuur. Dus wij moesten maar zien hoe we met al onze bepakking bij het kanaal kwamen. De Polen hebben canvas vouwboten bij zich die ze aan de bosrand in elkaar zetten. Elke 6 à 7 man droegen een boot. En we deden alles zo stil mogelijk. En bij het kanaal schoven we de boten voorzichtig naar het water. En daarna zweefden we als geesten naar de overkant. Terwijl andere Poolse eenheden een schijnaanval doen op de dorpen Ter Heide en Wagenberg, meer westelijk, beginnen de troepen hier aan hun verrassingsaanval. We peddelden zo vlug mogelijk naar de overkant. Gelukkig was er nog geen schot gevallen. Dat kwam pas toen we bij de loopgraven kwamen, waar Duitsers en Russen toen nog vredig lagen te slapen. Een eind verderop bij Oosterhout verloopt de oversteek over het Marktkanaal heel anders. Daar openen de Duitsers onmiddellijk het vuur. 2 pelotons worden tot de laatste man uitgeschakeld. De 25 overlevenden zwemmen terug naar de zuidelijke oever. Stanislav Tchirko vertelt. Al tijdens het oversteken werd ik in mijn rug geschoten. En toen ik bijna boven op de dijk was, werd ik in mijn been getroffen en kon ik niet meer verder. Ik heb me weer van de kanaaldijk naar beneden laten rollen. En andere kameraden hebben mij in een boot gelegd. Pas met behulp van vuursteun van jachtvliegtuigen en artillerie lukt het de Polen aan de overkant van het Marktkanaal een bruggenhoofd te vestigen. Deze middag kunnen geniesoldaten beginnen met het aanleggen van een Baileybrug. Maar ook zij worden weer heftig onder vuur genomen. Artilleriewaarnemer Vincent Spivakovsky. Voor mij waren die jongens de echte helden. Onder de meest gevaarlijke omstandigheden wisten zij een brug te slaan over het kanaal. Ik zorgde voor storingsvuur op vijandelijke stellingen. Maar dankzij hen konden onze zware tanks nog diezelfde dag, 3 november 1944, het Marktkanaal oversteken en hun acties voortzetten. De Polen breken door. Ondertussen zitten in de dorpen in de frontlinie, Den Hout, Ter Heide en Wagenberg, de bewoners vol angst in hun schuilkelders. Pas als zij die kunnen verlaten, zien ze wat het oorlogsgeweld in hun dorpen heeft aangericht. Wilt u meer weten over deze laatste oorlogsjaren? Bezoek eens het Generaal Maciek Museum in Breda, Natuurpoort de Volksabdij in Ossendrecht en het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Daar was het.